Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. We zijn vandaag in Landgraaf en we gaan kijken bij de vijver van Pascal. Volgens mij heb ik hem al gevonden. Nee, dat denk ik niet. We gaan even verder kijken. Volgens mij is er iets veel mooiers te vinden nog. Rustig. Hallo, hallo. Welkom, kom ik even in Landgraaf. Nou, we gaan eens kijken binnen. Ja, en dit is hem dus. Ja. De vijver. Dit is de trots van de tuin. Het is een aardig formaatje ook. Ja. Mooi strak. Ja, vertel eens, hoe is die tot stand gekomen en wat heb je voor prachtige vissen zwemmen? Het is tot stand gekomen, we hebben ooit het huis gekocht. En de vorige bewoner had deze vijver al gemaakt. Aangezien ik mijn hele leven al met vissen bezig geweest ben, dan vond ik dat ook niet erg om die vijver erbij te krijgen. Nee, zeker niet. En we hebben hem eigenlijk jarenlang als zwemvijver gebruikt. De kinderen klein waren, hadden ze altijd een gezonde. De vissen beperkt gehouden. En het laatste jaar zijn we eigenlijk begonnen om de hobby wat beter op te pakken. Ja. En om dan toch iets meer in vissen te gaan investeren. Ja. Daar heb ik het vergeleken. Het ziet er prachtig uit, ook de aankleding eromheen, mooi strak en rustig en echt mooi op de rand eromheen zo, het graniet. Ja. Dat zie ik niet veel meer. Ze zijn lekker actief, zie ik daar. Ja, die hebben altijd honger. Ik zie van alles zwemmen. Dit jaar heb ik eigenlijk een keuze gemaakt. Ik ga wat meer in de Go Sanke hoek zitten. Ja? Er zitten nog wat goedkopere vissen in vanuit de periode dat de kinderen gezwommen hebben. Dit jaar hebben we gewoon een groepje Go Sanke gekocht om mee te beginnen. Mm-hmm. Vandaar hebben ze het plan om ze steeds wat beter te gaan selecteren. En dan wat minder vissen te kopen, maar wel de betere vis. Ja, 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 ja. En dit jaar nog een aantal mooie aankopen gedaan? Ja, ik heb in totaal denk ik 10 stuks gekocht dit jaar. Zo. Er zitten 2 Challengers in, de Shiro Cup. Daar zit een Kohako in van Momotaro. Marusei Sagoi. En de 2 Sankes, die zijn van Yoshikigoi. Sluierstaar, die vindt de vrouw en ik altijd wel leuk. Dus er is ook een nieuwe sluierstaar ingekomen. Dat zou een Kohaku zijn, dat wordt inmiddels een eigen rommel. Leuke verrassing. Het is maar de vraag van, ja, wat groeit eruit? Ja. En nu is het volgend jaar kijken van, wat gaan we dan doen? Ja, ja. Sommige vissen gaan we weg, sommige vissen blijven. Hoe ontwikkelt het? Van daaruit gaan we. Ja. Het groepje steeds meer uitbouwen. Dat is ook wel mooi van de hobby, dat je daar een beetje in kunt kijken en proberen. En het zien van het ontwikkelen van een vis is wel heel mooi om te volgen, inderdaad. Ja. Dat vind ik het leukste. Hoe gaat dat jonge vis er dadelijk uitzien? Ja. Sommige mensen kopen ze groot en ja, die hebben een kant-en-klare vis. Zo is die, zo blijft die. Mm-hmm. En andere mensen nemen een gok en gaan kijken hoe het ontwikkelt. En je hebt ze gewoon allemaal buiten in de vijver of heb je nog een opgroei? Hou je ze apart? Hoe pak je dat aan als je net zoals met die challenges meedoet? Die hebben in het voorjaar, vanaf dat we ze op hebben gehaald, hebben ze hier tot begin augustus in een kooivat gezeten. Mm-hmm. Met een verwarmingje erop. Dat ze toch wat beter op temperatuur zitten en dat ze ergens opgroeien. Apart blijven zitten, kijken of er niks aan de hand is. Ja. Dan heb je en je quarantaine en toch een stuk, de eerste stuk opgroei. En nu gaan ze gewoon de vijver in en blijven ze ook in de vijver. Ja. En ze zullen ook onoverdekt moeten overwinteren.
Ja, en kun je eens wat vertellen over hoe diep de vijver is, wat er allemaal in zit, skimmers, et cetera, en hoe je filtert? Er zit, even kijken, de vijver is 1,5 meter diep. En het zal netto 46 kuub zijn. En dan zitten er 3 bodemdrains in. Eentje belucht onder de brug. En een skimmer, dat is in feite mijn bocht hier. Mm-hmm. En dan zitten er nog 2 zijaanvoeren in. Omdat de vijver aan alle handen is omgebouwd naar een trommelfilter. En ik dus ongeveer een 50 à 60 kuub rondpomp. Ja. En daar had ik te weinig aanvoer, dus ik heb er 2 zijdrains bij gemaakt. Ja, iets meer stroming te creëren. En, ik heb helaas de vijver nooit zelf gemaakt, dus er zitten fouten in die men tegenwoordig niet meer zou doen. Hier zit een vlakke vloer in, mm-hmm. en dat krijg ik alleen maar schoon door heel veel flow. Ja, ja, ja. En je hebt omgebouwd naar een trommel, dus er zat eerst wat anders in. Daar hebben de eerste instantie waren het 2 vortexen met 2 mattenkamers. Toen heeft er een x aantal jaren nog een beatfilter in gestaan met een zeef. Dan was het 1 vortex, 1 mattenkamer en dan zeef en een beatfilter. Ja. En sinds 2 jaar heb ik hem dan eindelijk omgebouwd aan trommel. Dan kunnen we eindelijk met rust vijveren. Ja. En waar heb je dat allemaal verstopt? Want ik zie hier helemaal niks. Het zit allemaal onder de vlonders verstopt. Het staat er niet bovenop. Ik sta er bovenop. Nou, dan moeten we daar zo meteen maar eens even onderduiken. Ja, ik zal ze even openmaken daar. Ja, Pascal, we staan hier bij het hart van de vijver, het filtersysteem. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen? Wat heb je allemaal staan? Nou, we staan in feite een trommelfilter, een matte of een helixkamer. En daarachter staat nog een mattenkamer. Okay. 6 ingangen, 110. 3 drains, 2 zijwanden en een skimmer. Nu gaan de trommel in. En dan gaat hij van de trommel naar het bewegend bed. Vanuit het bewegend bed via een pomp met een 40 kuub, 410 terug naar de vijver. En door de mattenkamer via een pomp met een 20 kuub ook weer terug naar de vijver. En alles fijn weggewerkt, zie ik. Lichtklappen en terrassen weer klaar. Dat is een heleboel pas- en meetwerk en aanpaswerk geweest om een trommel onder een vlonder te krijgen. Die hier past. Ja. Want anders zou je te laag komen met het vijverniveau of. Het is gelukt. Ik zie het, ja. Allemaal zelf voor elkaar. Met behulp van de filterbouwer is het hier ingemeten. En aan de hand heb ik zelf alles aangesloten. Ja. Dus het andere deel wat verstopt zit onder het terras. Ja. Wat hebben we, waar kijken we allemaal naar? Wat is... Dat is de highfill pomp. De highfill. Dat is een beetje pomp à la Flowfan. Daar kun je mee vergelijken. Okay. Dezelfde wagens. Alleen is het een Duits merk. Die pomp dan ongeveer 40 kuub rond. Oké. Okay. Daarachter staat de Blue Ekel. Die staan ongeveer om 15 tot 18 kuub, schat ik hem nu. Dus de mattenkamer. Mattenkamer heb ik dit jaar aan, ben ik hem aan het passen. In plaats van de tussenstukken Japanse mat, heb ik de oude groene Mountain Tree matten gemonteerd. Om te kijken om toch proberen zoveel als mogelijk bioloog in de kamer te krijgen. Ja, dat is het. Een beetje om en om, maar wil je uiteindelijk helemaal over of ga je het om en om houden? Hou hem in eerste instantie om en om en dan kan ik achteraf gezien nog steeds, mocht ik nog steeds zo weinig biologen hebben, kan ik nog altijd overzetten naar mountain tree. Ja. Ja, de mattenkamer, hoe groot is die? Dit is de oude mattenkamer vanuit de eerste aanleg van de vijver, die is gewoon al dus 1,5 meter bij 75 bij 75. Okay. Ik heb hem dit jaar wel aangepast. Ik heb de mountain tree matten gemonteerd. Ja.
En in plaats van de ouderwetse luxe bolletjes ben ik overgestapt naar stukken met Japanse slang. Waardoor mijn beluchting gewoon heel veel beter is geworden. Ja, het ziet er goed uit en schoon ook. Dus het is wel een teken dat het ook allemaal mooi schoon water is wat terug de vijver in gaat. Dat is dan weer het grote voordeel als hij na een trommel staat. Hier hoef ik ook nooit iets aan te spoelen. Ja. Ik heb hem in het begin van het jaar helemaal leeg gemaakt toen ik de drie matten gemonteerd heb. Mm-hmm. Er ligt een heel klein beetje stof op de vloer. Wat echt te verwaarloos is. Ja. Nou, Pascal, ontzettend bedankt dat wij langs mochten komen om een mooie vijver in de tuin te bewonderen. Graag gedaan. Heel fijn dat je daar heel veel over hebt kunnen vertellen. En ik denk dat daar heel veel mensen ook wel weer wat inspiratie uit kunnen halen. Nou, dat was het voor ons weer vanuit Landgraaf. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.